Vandaag gaan deze 10 verschillende kijkers 8 verschillende focusdrinkbunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze focusdrinkbunker te bouwen. En daarin moeten ze een flesje forestfruit verstoppen. Ik moet die zo snel mogelijk vinden en we gaan kijken wie de beste bunker heeft. We gaan voor 5000 likes. We zijn aangekomen bij de allereerste map van Julian en Joris. En dat zien jullie er goed uit, jullie focusdrink outfits. Jullie hebben een memo gekregen. Jullie hebben een mega groot focusdrink flesje gebouwd, zo te zien. Wat is de bedoeling? Nou, de bazen van focusdrink hebben jou als ambassadeur gekozen. Oh. En ze gaan je op een speciale missie zenden voor dit focusdrink flesje. Oh, oké. Okay. Dus good luck, zou ik zeggen. En nee, de bedoeling is dat ik hem, de missie is dat ik hem ga vinden. Zeg maar, dus niet deze grote, maar de kleine versie. Ja, de kleine versie. Met een speciale twist. Met een speciale twist. Oké, dan ben ik wel heel benieuwd. Nou jongens, ik ga jullie flesjes zoeken. Ik ga de baas Roy en Don ga ik heel blij maken. Komt helemaal goed, oké? Yes. Oké, jongens, er zijn hier ook paarse bomen en zo. Dat betekent dat we nu in het land zijn van de focusdrink Forest Fruit. Zijn we gewoon in dat land zijn we terechtgekomen. En ik denk dat ik eerst de ingang moet vinden van... Kijk, zie je dan een hendel? Die heb ik overgehaald, maar er gebeurt nog niks. Dat maakt niet uit. Misschien moet ik meerdere hendels vinden. En hier water, zo te zien. En daar kan ik niks doen. Maar ik denk dat ik moet inbreken een soort van in het flesje of zo. Ik weet het niet precies. We gaan erachter komen. We gaan gewoon alles proberen te vinden. Ik denk dat deze hendel niks deed. Ik heb hem overgehaald, maar er gebeurt niks. Ik denk dat het een soort van nephendel is. Misschien hierheen erop klimmen. Zou dat de bedoeling zijn? Nee, niet erop klimmen. Oeh, wacht. Misschien via hier op de boom. Kijk, hier kunnen we op de boom. Oh, we waren bijna op de boom. Ja, de boom is ook niks. Oh, dit is een hendel. Dat heeft die... Oh, dit heeft die hendel daarnet gedaan. Oké, dus die hendel deed daadwerkelijk wel wat. We gaan de grond in, jongens. Oké, we gaan onder het land van de... Oeh, ik vind het spannend. Van de Forest Fruit. Waar gaan we heen? We gaan hier omhoog. Oh, we zijn in het flesje nu. Ik was altijd al benieuwd hoe het binnenkant van een flesje focusdrink eruit zou zien. Altijd al benieuwd geweest. Oké, laten we hierheen springen. Dan hierheen springen. Klein parcoursje, dat kunnen we wel halen natuurlijk. Dan... Even denken hoor. Ik denk daarheen. Dat lijkt mij het meest logisch. Oh mijn god, irritant. Ik heb altijd al in een flesje focusdrink willen lopen, jongens. Ik zeg net leuk, parcours. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Ik ben helemaal niet goed in parcours. Heel irritant. Oké. Okay. Ja, een sprongetje gehaald. Dan nu dit sprongetje weer. Moeilijk. Maar en ook niet te halen. Ach, misschien dat ik gewoon daarheen moet springen. Helemaal niet naar dat blok, maar gewoon naar dat blok. Dat zou ook nog eens heel logisch kunnen zijn. Kijk, wat nou als we gewoon... Een heel moeilijk... Oh, wacht eens even. Kan ik niet gewoon nu hierop? Nee, dat kan niet. Oh, wat stom. Ik dacht dat ik het door had. Ja, we hebben dit sprongetje gehaald. Deze ook. Nee. Oh, wat irritant. Ik moet nu daarheen. En dit sprongetje is heel, heel, heel vervelend. Oh, oké, okay, we hebben hem. We hebben hem. We zijn op de tweede level gekomen. En daaronder, zo te zien, jongens, zie ik nu het detail. Volgens mij is dat het laatste restje focusdrink wat in het flesje zat. En nu hebben we weer een parcours. Maar nu is het een soort van level 2 van het parcours. Waar we zijn beland. Maar hoe ga ik dit doen? Is dit sprongetje... Ja, dat is te halen. Dan hierheen. Wat een uniek parcours dit met al deze blokken. Dan een button. Die moet ik hier op plaatsen op de diamond ding. Dan kan ik daar erop. Maar dan is ergens is ook nog een button. Of is dit te halen dan? Oh, dat is te halen. Wacht, komt ie. Oh, dat was heel snel. Oké, dat vond ik heel spannend. Waar moet ik nu heen? Oh, ik spring er bijna af. Hè? Waar moet ik nu heen? Ik heb iets verpest. Dat was volgens mij niet de bedoeling. Sorry, Julian. Ik kan hierheen. En dan. Ik moet daar, zeg maar, dat omhoog zien te wippen, volgens mij. Omdat ik dan daarheen kan springen. Maar waar is die knop? Want die zit niet in deze barrel of in deze dinges, shulkerbox. Er zit nergens anders een andere shulkerbox. Of mis ik die gewoon? Of ben ik... Nee. Er zit daadwerkelijk nergens anders een shulkerbox. Ik snap het niet. Hoe ga ik daar terechtkomen? Waar is de button voor de goldblok? Is die een verdieping lager? Ik hoop het niet. Ik hoop het echt met heel mijn hart niet. Even snel spieken. Zit hier ergens een shulkerbox verstopt? Hallo? Nee, toch? Nee, vast niet. Oh, jongens. Hier zit een barrel. Wel een verdieping lager. Golden lever. Hij zat hier. Oh, dat valt toch helemaal niet op. Dan moet ik weer dit stinkparcours halen. Maar ik heb getraind. In de tussentijd, jongens. Jullie hebben het niet doorgehad. Maar ik heb in de tussentijd... Als het niet getraind. Oké, dan plaatsen we deze plaatsen we hier. Dat is hier voor nu nog niet belangrijk, want we moeten nu gewoon hierheen. Kijk, zie, die is voor zometeen. Gaan we dit sprongetje weer halen, dan kunnen we dit zo doen. Kunnen we hierheen... Oh, wat irritant. Parcours, jongens, parcours. Dat is niet mijn sterkste punt. En dan komt-ie. Oké, volgens mij zijn we er. Oh, we zijn boven, jongens. Ben je wel helemaal uitgekeken? Proef anders even. Oh, gaan we proeven. Oh, oh mijn god, we zijn bovenop.
Dacht je dat je het al gehaald had? Waar is je flesje dan? Ja, weet ik niet. Waar is mijn flesje inderdaad? Weet ik veel waar mijn flesje is? Waar zijn we? We zijn boven op het flesje terechtgekomen, jongens. Moet ik nou serieus weer naar beneden? Is dat het? Nee, no way dat ik het opnieuw moet doen. No way dat ik het opnieuw moet doen. Haha, dacht je dat je het al had gehaald? Waar is je flesje dan? Ik sta erop. Ik sta op het flesje. Ik weet niet waar het flesje is. Zit hij in de boom? Zit hij hier misschien ergens voordat ik naar beneden spring, jongens? Wil ik overal gekeken hebben. Overal gekeken hebben voordat ik naar beneden spring. In het water daar. Nee. Ik ga op de boom springen. We gaan het gewoon doen. Zit hij op de boom? Nee, hij zit niet op de boom. Wat moet ik dan doen? Waar is het flesje? Ik ben opgelicht. No way dat ik het flesje gemist heb. En dat ik alles opnieuw moet doen, maar dan met het flesje. No way. Oh, dit is nieuw. Dit zat er net nog niet, jongens, hier beneden. Dit is nieuw. Oh mijn god, het is een raket met een focusdrinkflesje. Het is de focusdrinkraket. Ik neem het flesje mee. Kan die ook opstijgen, de raket? Oh mijn god, wat is dit? Nee, je kan niet opstijgen, maar dat maakt ook niet uit. We hebben het flesje, ik wil weg hier. Ik wil weg hier met het flesje. Je kan wel opstijgen. Hallo. Hij kan wel opstijgen. Hoe dan? Hoe stijg ik op? Hier, daar naar binnen. Oh, daar naar binnen. Nou jongens, en dan gaan we 3, 2, 1. Met de focusdrinkraket gaan we... Oh, we zijn opgestegen. We staan in één keer boven. Kan ik er ook uit? Is het opgesloten nu? Ah, dankjewel. Dit was hem, hè? Denk ik. Ja. Ik voel het helemaal geweldig, jongens. Ik heb een hele... Het was gewoon een en al in het focusdrinkflesje. Heb ik gewoon een heel avontuur beleefd. Ik heb een focusdrink in mijn handen nu. Zijn met de focusdrinkraket zijn we de lucht ingegaan. Ik vind het helemaal leuk, jongens. Dank jullie wel. Ik heb een focusdrinkflesje gevonden. Wie wil hem hebben? Ja, ik neem hem wel. Ik ga het zeggen. Iemand moet hem op zijn minst nemen. Kan je hem opdrinken, inderdaad. Hey, jongens, ik vond het leuk. En wij gaan gelijk door naar de volgende map. En zo zijn we aangekomen bij een klein prachtig huis hier op de mooie straat van Vaspo. Hey, ja. Wat is de bedoeling? Ja, kijk, zeg maar. Eigenlijk ben ik hier niet en dit is eigenlijk mijn huis. En ik had, en ik heb een hele mooie focusdrinkmachine hierin staan. Ja, oké. Okay. Ja, en jij wilt een flesje ervan. Ik wil heel graag een flesje ervan. Graag een paar ik wil heel graag de Forest Route hebben, gewoon. Ja, dat snap ik echt compleet. Dat is echt fantastisch gewoon. En, en jou eigenlijk de taak om die... Misschien even goed te benutten, zo'n heel stiekem, weet je wel, heel stiekem te benutten. Ah, ik zou hem stiekem weer naar buiten. Okay. Maar ik zou het niet tegen jou zeggen. Ja, is goed. Niet tegen mij zeggen, want anders word ik boos, hoor. Ja, dat komt goed. Ik zal niet tegen zeggen dat ik jouw flesje ga stelen. Ja. Hey, ik ga wel je huis inbreken als je het niet erg vindt. Ja, nee, ga je gang, denk ik, ja. Oké. Okay. Nou, jongens, laten we even kijken of we in het huis kunnen breken. Ik ga gelijk op elke knop klikken. Weet ik wat ik zie nu. Oh, hier moeten we naar binnen. Kijk, hoppakee. Knoppie. Ring. Oh, de deurbel gaat. Doe voet. Heb je een schaar nodig? Ik heb er maar één. Oh, dit is de buurman of zo waar ik nu ben. Heb je een schaar nodig? Ik heb er maar één. En die kan alleen matten doorknippen. Maar hier. Ah, wacht, David, die helpt me. Ik zie, snap het al. Doe goed is me aan het helpen. En daarmee kan ik matten doorknippen. En zo te zien, is dit de mat? Kijk. Hoppakee. En dan hebben we hier... Oh, de sleutel ligt onder de mat. Ik snap hem, jongens. Hier, kijk. Het sleuteltje. Daar is hij. Sleutelgat. Daar stoppen we de sleutel in. Hoppakee. En dan gaat de deur open. Het is niet te geloven, jongens. Het is niet te geloven. De deur gaat open. We hebben de sleutel echt heel typisch onder de mat gevonden. Dat is niet goede beveiliging, vast. Boven van je huis. Waar zijn we beland? Wat is het allemaal? We zitten in zijn huisje. We zijn helemaal ingebroken. Focus suikerriet. Oké. Dan stoppen we de mat en de shears stoppen we erin. Focus suikerriet hebben we gevonden. Oké. Heel benieuwd waar dat allemaal voor is. Wat zit hieronder? Iets verstopt misschien? Misschien erachter? Misschien daarachter? Nee. Laten we dan maar naar boven gaan. Kijken of we boven wat kunnen vinden. Hier zit sowieso wat achter. Nee, hier zit sowieso wat achter. Ook niet. Hier zit een knop. Oh! Wow! Dat is de zolder! Dat is het ding. Slaapkamer vastbouw. Op slot. Oké. Badkamer. Dit is de zolder, jongens. Ik heb dat hendeltje naar beneden getrokken. Wat is dit? Oh, top. Hiermee kan ik in Vaspo's slaapkamer. Maar ik heb iets nodig om het glas te breken. Ah, ik heb een ladder neergezet. En daarmee kan ik de slaapkamer binnen. Maar ik heb iets nodig om het glas te breken. Een hamertje of zo, weet je? Laten we even kijken of we die hier op de zolderkamer kunnen vinden. In de barrels. Want... Oh, wat is dit? Scherf van glas. Oké, ik neem het mee. Alleen ik weet niet of ik er wat aan heb. Hier nog een scherf van glas. Oké, interessant dit, jongens. Interessant, nog een scherf van glas. Maar daarmee kan ik natuurlijk niet slopen. Oeh, een glashamer. Daar is hij. De glashamer, jongens. Kijk, dit is hetgene wat we buiten hebben gezet. Zeg maar de ladder, weet je. Laten we dan, voordat we dat doen, even de badkamer bespioneren. Kijken wat hij... Dit ziet eruit als een doodnormale badkamer. We gaan weg. En hebben we de glashamer. Gaan we gebruiken om hier naar boven te gaan. Daarmee kunnen wij slopen. Het glas, hier, hoppakee. Paarse focusdrinkmachine. Daar is hij, jongens. De paarse focusdrinkmachine. Barrel ingrediënten. Oh, dan fuik. Ik snap hem. Wat is dit? Suiker, water, paarse kleurstof. Oké. Suiker hebben we. Stoppen we erin. Eén van de drie, inderdaad. Dan hebben we nog water en paarse kleurstof nodig. Oké. Paarse kleurstof.
Kunnen wij water? Hij heeft natuurlijk ergens hier... Oh, het glasscherven, jongens. Kunnen wij maken? Ik snap hem. Ik ben briljant. Let op, hè. Met glasscherven kunnen wij maken een glass bottle. Dan kunnen wij hier water pakken. Ik weet niet waarom het hier zit, maar hier kunnen we water pakken. Stoppen we water... Oh, dan moeten we weer naar buiten. Let op, hè. Stoppen we water, stoppen we ook in de ingrediëntmachine. Dan wordt als het goed is 2 van de 3. Ja, 2 van de 3. Dan alleen nog paarse kleurstof. Dat kunnen we maken met... Natuurlijk rode bloemetjes hier. Maar zo te zien, jongens. Ik zie het alweer. Kan ik die pakken? En die kunnen we daar dye van maken. Kunnen we hier ook dye van maken. Dan kunnen we paarse dye... En dan hebben we paarse vloeistof. Jongens, de focusdrinkmachine. Het recept, het geheime recept is gevonden. Het is altijd al gewoon sugarcane geweest. Water en paarse kleurstof. We stoppen het erin. Mijn focusdrink... Ik kan de tekstje alleen helemaal niet lezen. Missie geslaagd, jongens. We hebben hem. De focusdrink is gestolen. We weten nu ook eindelijk het geheime recept. En we hebben hem gestolen. Vastbo, waar ben je? Ja, nou... Ik heb niet dit uit jouw huis gestolen. Dat heb ik toevallig gevonden. Alles wat je hier bij je huis ziet, dat ingetikte raampje. Ik heb het zo gevonden. Ik weet niet. Het zag er al zo uit toen ik hier aankwam. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar dat is echt een gavage volgens mij. Dat is heel best. Hey, wil je trouwens focusdrink? Ik heb focusdrink gevonden. Oh ja, bedankt. Ja. Ja, lekker hè? Ja, bedankt. Geen probleem, fijne dag. Ik ga naar mijn volgende map toe werken. Ja, is goed. Veel plezier. Ik heb nog een afspraak staan. Bij de volgende. Bedankt dat je even mijn focusdrink had teruggeven. Dat is belangrijk. Geen probleem. Ja. Joejoe, op naar de volgende map, jongens. En zo zijn we aangekomen bij de map van blijkbaar echt ontzettend veel koeien. Namelijk Luc en Bosbest. Jongens, wat is dit? Waarom zijn er zoveel koeien? En trouwens, ik heb ook mijn focusdrink t-shirtje aan. En ook in Minecraft, ziet er goed uit. Hé, maar wat is dit? Waarom zijn er zoveel koeien? Nou ja. Ergens moet de focusdrink vandaan komen en niemand weet dat natuurlijk. Maar misschien komt het wel van de koeien. Niemand weet waar focusdrink daadwerkelijk vandaan komt. Dus jullie denken dat focusdrink gemaakt wordt door koeien? Ja. Dat... Ja. Oké, okay, nou, ik moet gewoon naar binnen, denk ik, en dat is het. Ja, heel veel succes. God. Nou, dank jullie wel, koeien. Dank je, enorm bedankt. Ik ga mijn best doen met de focusdrink vinden. Oké. Ja, laten we maar naar binnen gaan. Hopelijk dat er geen koe ontsnapt. Ik snap niet nou wat de bedoeling is hier, jongens. Ik zie knoppen, ik ga maar overal een beetje op klikken en hopen dat ik voor het beste... Maar wat zijn hier veel koeien, hé? Wat is dit? Dit is de zijkant. Wat is dit überhaupt? Dit is een soort boerderij of zo, is het. Zou je zeggen met al die koeien. Laten we overal... Kijk, weer kelp. Overal kelp. Laten we gelijk even elke barrel... Is dat lol, trouwens? Laten we elke barrel even bekijken. Misschien vinden we wel wat bijzonders. Kijk, zoals hier. Die. Ook niet. Die ook niet. Ik dacht, voordat ik naar binnen ga... Word ik toch even elke barrel gecheckt, maar ik denk niet dat ik hier iets ga vinden. Laten we... Dit is de achterkant. Laten we gewoon naar binnen gaan. Ik wil weg hier. Dit is de zijkant. Kan ik niet naar binnen? Moet ik serieus nou tussen de koeien leven voor de rest van mijn leven? Is het weer allemaal kelp? Deze zijn ook allemaal met kelp. Waarom is er zoveel kelp? Oh, hier moet ik in. Kan ik hier in? Nee, hier kan ik niet in. Daar moet ik sowieso naar beneden, maar daar kan ik niet in. Hier kan ik misschien omhoog parcouren. Oh, wacht eens even. Dan kan ik hierheen. Ga aan de kant, koe. En dan... Nee, daar kan ik niks... Oh, wacht. Hier. Oh, ik zag een lever. Die moet ik hebben. Ik zag een hendeltje, jongens. Oh, dat moet ik heel snel zijn. Ik heb kelp gepakt. Dat is niet de bedoeling. Oh, ik heb hem wel. Raw gold moet ik dit op plaatsen. Waar hebben we raw gold? Zit het hier ergens verstopt? Nee. Hè? Waar is raw gold? Ik heb een hendel die daarop moet, jongens. Maar waar is dat? Er zijn zoveel koeien hier. Ik kan toch niet zien waar raw gold zit verstopt? Hier misschien ergens... Hé? Ik heb een hendel voor op raw gold. Maar er is zoveel koeien. Ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Aan de kant, koeien. Ga even weg. Gun me heel even een momentje. Ik ga ze echt allemaal afmaken. Het zijn er zoveel. Er is nergens raw gold. Waar is mijn hendel? Ik had mijn hendel toch gepakt? Huh? Mijn hendel is weg, jongens. De hendel is letterlijk verdwenen. Ik dacht dat ik hem had. Wat is er fout gegaan? Oh, ik heb hem wel weer. Ik heb hem weer. Raw gold. Ik heb hem weer. Waar moet ik dit op plaatsen? Misschien iets buiten de farm? Oh, ik ben er even uit. Ik ben er... Nee, niet buiten de farm. Oh, wat irritant dit. Wacht, misschien kan ik hier zo parcouren naar de overkant. Oh, wacht eens even. Misschien kan ik parcouren naar de overkant daar. Ja. Oh, ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik ben eindelijk uit tussen de koeien vandaan, jongens. Loser. Hé, je bent zelf een loser. Dat poppetje erbij. Oké, raw gold. Die moet vast wel ergens hier zijn. Ja, hier. En dan? Ik heb iets geactiveerd, maar ik weet niet wat. Ik hoorde er tussen alle koeien door. Moet ik weer naar buiten? Moet ik serieus weer naar buiten? Ik kan hier nu in. Ik kan hierin. We gaan erin. Oh, rust. Oh, iets meer rust. Ik hoor nog steeds koeien, maar iets meer rust dan eerst. Hier komt het licht vandaan. Dus dat betekent dat we hierheen moeten. Denk ik. Oh, je bent wel slecht. Je bent zelf slecht. Ik hoor ook allemaal koeien die me achtervolgen, maar die doodgaan, jongens.
Ik wil gewoon het Focus Drink recept hebben. Ik wil gewoon de paarse Focus Drink. De Focus Drink voor... Oeh, Forcefruit. Waar zijn we? Ik heb iets geactiveerd. Maar waar? Maar waar? Maar waar? Is het hier? Is het hier? Nee, dit is niet hier. Ik heb ergens iets geactiveerd. Hier. Oh, hier verder naar beneden. Oh, we gaan nu een dolfin waar ik moet kruipen, jongens. Oké, dat is ook leuk. En dan moeten we nog verder naar beneden. En dan gaan wij helemaal hier... Oh, maar deze, wat is dit allemaal? Een sukkel, je bent zelf een sukkel. Waarom kom ik allemaal stomme bordjes tegen? Ik word alleen maar sukkel genoemd. Dit is niet de uitgang. Ja, maar hier wel. Let maar op. Kijk, en hier naar links. Pech gehad, helemaal niet. Kijk maar, want hier zit een hendel. Hoppakee, zie je? Niks pech gehad. En dan gaan we hier naar beneden. Ik weet niet of de bedoeling was dat ik er al helemaal doorheen zou vallen. Maar we zijn er helemaal doorheen, jongens. Wat is dit? Oeh. Magenta wool. Red wool. Blue wool. Yellow wool. En green wool. Dan gaan we de kelp stoppen er even in. Deze ook. En dit ook. Zijn we er vanaf. Oké, en dan? Wat moet ik hiermee doen? Naar boven? Oh, kijk, het dak komen we in deze kamer terecht. Ah. De bedoeling is dat ik... Ik snap het niet. Wat moet ik doen? Misschien moet ik heel snel kijken naar iets. Of niet? Ik kan daar niet heen, want daar zitten allemaal vooral onzichtbare blokken. Maar... Oh! Ik zag het. Rechts was magenta. Ik denk dat dat hierop moet. Ik gok dat ik blokken op de goede plek moet plaatsen. Kijk, want hier links. Kijk, let op. En dan geel, groen. Zo. Ik heb echt een milliseconde om te kijken, jongens, elke keer. En dan... Blauw-rood. Dus blauw-rood. Je zou zeggen dat dit... Oh, ja, dit was het. Dit was het. Oké, helemaal top. Dan gaan we hier omhoog met een hele rare ladder. Maar dat maakt niet uit. Oh, dan gaan we weer terug naar die stinkkoeien. Daar heb ik zo geen zin in. Ik wil niet naar de koeien terug. Ik wil niet terug naar de koeien. Ik wil gewoon de focus drink. Oh, een chocoboxruimte. Oh, en ik hoor de koeien alweer. Sowieso zit er een geheime ruimte onder verstopt. 100%. 100% zit... Kijk, deze is een andere kleur hier. 100% zit hier ergens onder een geheime ruimte verstopt. Dat is altijd met dit soort dingen. Of dit is gewoon echt een complete prank en ik heb hier helemaal niks te zoeken. Dat kan ook. Even goed, gaan we elke chocobox checken. En tot nu toe, heel... Oh, daar is hij! De focusdrink! We hebben hem! Nu snel ontsnappen, jongens! We hebben de... Oh nee, die koeien gaan weg. We hebben de forestfruit! Weg hier! Weg hier, ik wil weg! Oh, we zijn ontsnapt met de forestfruit focusdrink, jongens. We hebben hem! Waar zijn jullie, stinkkoeien? Oh, daar zijn jullie. Of daar ben jij in ieder geval. Wat irritant al die koeien, maar ik vond het wel heel leuk. Kijk eens naar beneden trouwens, allebei. Ik vind jullie outfits heel leuk. Hey, jongens, ik vond het leuk. Dankjewel voor de focusdrink. Ik ga hem meenemen en ik ga hem eigenlijk zelf stiekem een beetje opdrinken, denk ik. Maar ik vond het een hele leuke map. Het was goed in elkaar gezet. En dan gaan wij snel door naar de volgende. Zo, we zijn aangekomen bij de allereerste bunker. En het lijkt niet op een bunker, het lijkt meer op een krokante krab. Char, waar zijn we? Nou, dit is inderdaad de krokante krab. En, het is echt de krokante krab. Ja, jij bent in dit geval Plankton die het geheime recept wil stelen van de Focus Drink Forestfruit. Oké. Dus ik moet de Forestfruit geheim recept moet ik hier zien te stelen. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk. Oké, nou, ik denk dat ik gelijk aan de slag kan, toch? Ja. Ik zou zeggen, lees vooral de bordjes, want die heb je nodig. Oké, ik ga de bordjes vooral lezen. Nou, ik zie er gelijk al dat ik hier met een parcours moet beginnen. Oh, ik spring ook al gewoon echt niet de eerste sprong. We gaan beginnen met een klein simpel parcours. 1 omhoog. Hoezo omhoog? Het is duidelijk toch dat ik hier naar beneden moet. Het staat omhoog. Laten we eerst gewoon even overal kijken, want ik kan het nooit laten om niet overal te kijken. Ik zie hier al barrels onder, maar daar kan ik niks. Ik denk ook niet dat ik dingen moet gaan slopen. Dus laten we heel tegenstrijdig naar beneden gaan, terwijl er omhoog staat. Ik zie hier dat ik waarschijnlijk een hendel nodig heb om deze deur te openen. En dan kunnen we naar de krokante krab waar wij de forest fruit... geheime recept gaan stelen. Wat is daaronder? Ik dacht, kan ik dat pakken? Oh, een lever. Kijk, die heb ik net nodig, jongens. Die hadden we net nodig. Laten we even goed even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Niks. Helemaal niks. Ik moet alles testen, maar even goed. Komt-ie. Ik gok dat die hendel voor hier is. Dus laten we dat dan ook maar gelijk testen. Komt-ie. Donk. Hoppakee. En dan gaan we nog verder naar beneden. Oh mijn god. Dat er gewoon echt omhoog stond. Original. Oh, we zijn bij de original smaak terechtgekomen, jongens. Oh, maar deze, wat is dit? De Focus Drink Original. En ik zie hier al een barrel met een ladder. Die gaan we meenemen. Springen we hier overheen. Hier staat een sign. Wat is dit? 2 omhoog. Huh? 1 omhoog, 2 omhoog. Ah, kijk, hier gaan we ook weer omhoog. Heb ik het al zo snel gevonden? Heb ik het al gewoon zo snel gevonden? Ben ik nou gewoon zo goed in Dolhoven? Is dat een goed woord? Dolhoven? Wat is dit? Een boek en quill. Je moet door de trapdoor onder het gat waar je in viel. Oh, dat meen je. Moet ik helemaal terug daarheen? Hè? Je moet in de trapdoor onder het gat waar je viel. Wacht even, we gaan terug die kant op. Hier weer over... Oh, dit is zo irritant, hè. Ik haat cobwebs, echt.
Het duurt zo lang altijd. Oh, hier nog meer. Volgens mij moest ik hierheen. Door het gat waar ik viel. En de trap door. Oh, er zit hier echt een trap door. Die had ik gewoon nog niet gezien. Wat een bamboezel dit, jongens. Mango, limoen. Ah, we zijn bij smaak 2 terechtgekomen. Zoek het zwaard en de pickaxe om het door te kunnen. Oké, het zwaard en de pickaxe om hier door te kunnen. Die moet ik zoeken. Ik heb een ladder. Ik weet alleen niet wat ik ermee moet, maar ik heb een ladder. Zoek het zwaard en de pickaxe. Zoek het zwaard en de pickaxe. Hier gaan we zo. Dit is een kaars. Misschien dat ik die aan moet steken. Heb ik, ik weet het niet. Zoek het zwaard en de pickaxe. Oh, hieronder. Kijk. Hé, hey, wacht even. Dit deed iets. Hoorde je dat? Oh nee, dat was de button zelf. Een zwaard. Die hebben we gevonden. Het zwaard betekent dat we dit weg kunnen halen. En de pickaxe hebben we nodig voor de obsidian erachter. Waar zit die? Ik dacht dat die hier wel zou zitten. Oh, die zit natuurlijk gewoon in de furnace, duidelijk. Oké, laten we dat dit weghalen. Dat is 1 obsidian en dat is 2 obsidian. Dan hebben wij nu aardbei framboos. Oeh, de derde smaak, jongens, zijn we terechtgekomen. We hebben al de original gehad. Oh, ik wil niet doodgaan. Daar gaan we. Oh mijn god, en ik val er ook nog echt in. Soms is parcours te moeilijk. Soms is parcours net te moeilijk, jongens. Maar niet voor mij. Niet... Oh, wel voor mij. Oh, nee. Dat blokkie daar, er zit een onzichtbaar blokkie, of niet? Zit er een onzichtbaar blokkie? Ik stoot mijn hoofd tegen iets. Nee, dat is dat blokkie, hij is niet eens onzichtbaar. Ik ben gewoon niet zo goed hierin. Waarom heb ik... Ik vraag me nog steeds af waarom ik een ladder heb, jongens. Dat is... Oh mijn god. Oh, is het te moeilijk in het doel of zit een ladder verstopt? Oh, maar wacht, misschien moet ik die voor daar bewaren. Maar ik kan hem ook hier plaatsen. Ik ga hem gewoon hier plaatsen. Ik hoop dat ik hem dan goed... Oh mijn god, moet ik wel deze sprong halen. Ik snap dan niet waarom die sprong niet te doen was. Maar dat komt door dat stinkblokje erbovenop. Alleen ik hoop niet dat ik mijn ladder dan verspild heb. Maar hier, kijk, nu haal ik hem wel. Ah, ik haat... Oeh, dit gaat goed. Oh, waarschijnlijk is dit het sprongetje waar ik de ladder toch voor nodig had. Ik gok dat dit het sprongetje is waar ik hem voor nodig had. Oh ja, waarschijnlijk wel. Jongens, dit sprongetje is niet leuk. Ik heb nog een ladder nodig. Ik heb nog 1 ladder nodig, maar ik heb die al gebruikt. Misschien dat ik hem... Oh, wacht eens even. Ik ga tactiek. Let op, hè, jongens. Dit is tactiek. Hier slopen we hem. Krijgen we hem weer. Dan moeten we nu zorgen dat we het sprongetje even halen. Dan plaatsen we daar de ladder. Doen we zo... Ik hoop dat ik de ladder op de goede plek heb geplaatst. Oh, nee! Nee, ik heb het verpest. Wacht even. Niet in de lava vallen. Niet in de... Oh, gelukkig. Oké, kijk. Doen we hier. We gaan de ladder gaan we voor meerdere plekken gebruiken, jongens. Slopen we hem. Dat was heel lullig, is dat. Dat vind ik heel lullig. Hij is in de lava gevallen. Weet je wat? We slopen deze ladder. Die... Wederom heel lullig dit. Wederom echt heel lullig dit. Is er een god die me even een extra ladder kan geven, focus ik god. Ah, kijk, ik krijg gelijk 64, jongens. Hier, dan doen we zo. Dan kunnen we niet de fout in gaan. Ik zie een knop. Dat meen je. Wat een vervelende knop. Ik haat die knop. Ik ga niet nog een keer op die knop klikken. Wat een bamboezel die knop hier. Ik ga de ladders ook gewoon mooi gebruiken hier. Oh, ik ben echt gebamboezeld. Ik maak het mezelf even heel makkelijk met alles. Niet meer op die knop klikken. Overduidelijk. Niet meer op die knop klikken. Ladders hier, die ga ik niet meer nodig hebben. Die zijn weg. Welkom bij de Tropical Smaak, jongens. Quiz. Hoeveel paarse kaarsen waren in de oranje kamer? Volgens mij maar 1. Oh mijn god, ik heb de keuze voor 7, 8, 9 en 10. 4 omhoog. Weer 4 omhoog? 4 omhoog. Hè? Oké. Okay. Ik gok 8. Ga naar het restaurant, ik heb hem gehaald. Ik heb gewoon gegokt. Ik heb goed gegokt. Oké, jongens, we zijn bij het restaurant aangekomen. Het was blijkbaar dat het er echt 8 waren. Het was een hele goede gok. We zijn nu in de krokante krab zijn binnengekomen. En nu is het tijd om het recept te stelen van de forest fruit. Oh, die is waarschijnlijk hieronder. Dan heb ik weer een sleutel nodig, gok ik. Even kijken of we die sleutel ergens stiekem kunnen vinden hier. Sowieso zit hij ergens onder verstopt in een soort kiertje daarachter. Die bijvoorbeeld. Nee, hier. Hier. Oh, een trapdoor met eronder een barrel. Oh, we hebben de hendel gevonden, jongens. Die gaan we meenemen. Die plaatsen we hier. Gaan we naar beneden. Hier gaan we naar beneden. Forest fruit. Hier de code. Vul hier de code in. Oh. 1 was omhoog. 2 was omhoog. En 4 was omhoog. Alleen 3 heb ik niet gezien. Dus ik denk dat 3 naar beneden moet. Maar de rest stond er omhoog. 1, 2, 3. Toch? Wat stond er? Er stond alles, maar elke stond omhoog, behalve... Oh god, heb ik niet goed opgelet? Ik heb wel goed opgelet, 100%. 1 stond omhoog. 2 stond ook omhoog. Of was het 3? Hè? Ik snap het niet. Volgens mij is dit de code. Hier. Oh, oh! Ik heb hem! Ik heb hem. Laatste sprong. Jongens, daar hebben we hem! De focusstreek die ik moet stelen. Het recept. Oké, laatste sprong. Dit kan niet fout gaan. Het gaat fout, maakt niet uit, maakt niet uit. Met vuur en al. Oké, niet doodgaan door het vuur. Niet doodgaan door het vuur nu.
Oké, daar zijn we jongens. De focusdrink. We pakken hem. En we hebben hem gestolen. We hebben het recept. Oh, dat betekent dat we de map hebben gehaald zelfs volgens mij. Kijk dan. Daar is hij. Hier, de focusdrink. Wat goed. Hoe kom ik boven? Oh, niet. Oké, blijkbaar niet. Ik vond dit echt geweldig. Ik heb de focusdrink gestolen. Hij ziet er goed uit. Hij ziet er lekker uit. Ik ga het geheime recept ga ik nu zelf bemachtigen en helemaal uitvogelen hoe het in elkaar zit. Ja, ik denk dat ik vond het een leuke map. Ik vond het echt heel leuk gedaan. Het was leuk in elkaar gezet. Nou, mooi. En dat betekent dat wij gelijk doorgaan naar de volgende map. En toen waren wij ineens in een straatje met een oranje, rood, blauw en wat houten... Oh, een gele en een houten huisje. Waar zijn we beland? Wat is dit? Nou, je bent in Voorstad aangekomen. In hoe? Voorstad. De stad Voorstart. Van het, ja, het klinkt een beetje als die stinkende Kick Force. Ja. Alleen, het gaat juist om de focusdrinkstad, dus... Oh, oké. Hier wordt alle focusdrink geproduceerd. Ik zie hier al een original huisje, een mango limoen, een... wat is dit? De tropical, ik kom er even niet op, en de aardbei framboos. Klopt dat? Ja. Jouw taak is nu om de forest food focusdrink te maken. Ah. Maar helaas hebben schurken hier, Go, de ingrediënten gestolen. Oh, nee! Nee, ja. Ja, wat erg. Ja, dus jouw taak is deze ingrediënten terug te winnen. En dan de forest fruit focus in te maken. De forest fruit te ontwikkelen. Gaan we doen. Dat ga ik helemaal kunnen regelen, oké? Oké. Dankjewel. Ik vertrouw je. Oké. Meng hier de items om focus drink te krijgen. Bosbessen. Moet hier bosbessen in doen. Meng hier de items om focus drink te krijgen. Overige ingrediënten. Oké, daar moeten de bosbessen. En hier moeten de overige ingrediënten. Oké. Laten we even kijken waar we allemaal naar binnen kunnen. We kunnen hier naar binnen. Die deur doen we open. Hier niet. En hier naar binnen. Dus laten we eerst bij de mango limoen binnentreden. En het is allemaal sneeuw. Dus dat betekent dat hier ergens kan ik onder shiften naar beneden gaan. Ik ken Minecraft genoeg om bijna zeker van te zijn dat dat is. Ja, kijk hier. Dit is hem. Hier moeten we naar beneden. Wat hebben we? Een gouden ladder gevonden. Oké, een gouden ladder. Die kan hier. Kijk, we hebben hem gelijk gevonden, jongens. Gaan we naar boven. Hebben we kool? Hier kan ik doorheen. Hier kan ik doorheen. Hier kan ik niet doorheen. Ik was bijna zeker van mijn zaak. Kool en boekenkasten. Maar we kunnen het dak op. Ik denk dat dat de bedoeling is. Dat hier ergens wat licht verstopt of zo. Oeh, parcours. Kijk, parcours, jongens. Daar ben ik heel goed in. Daar zijn we inmiddels achtergekomen. Ja, dan hierheen. En oh, dit sprongetje is heel venijnig. Ja, in één keer. Oh, wat ben ik daar blij mee. Een knopje. We zijn in het original huis terechtgekomen. Oh, het rare raadsel. Ik zit in de buurt van vermaak en heb erg veel smaak. Ingewikkeld. Ingewikkeld? Dat soms wel. Let maar op wat ik je vertel. Ik zit in de buurt van vermaak en heb erg veel smaak. Oké, dat is dan denk ik tropical. Want in de buurt van Tropical, ja, Tropical is enigszins vermaak. Ingewikkeld, soms wel. Let maar op wat ik je vertel. Oké, ik snap niet helemaal wat het raadsel is, maar prima. Oh, deze deur. Hier kan ik in één keer doorheen. Hier kon ik net volgens mij niet doorheen. Het is denk ik niet de bedoeling dat ik hier kom. Dit ziet er niet af uit. Oké, laten we van hier naar binnen gaan. We hebben hier een grote tv. Ik hoor de blokken volgens mij. Kijk, nu is het af. Ja, kijk, hier hoor ik niet naar binnen te gaan. Laten we eerst dit openen, want hier zit... Tuurlijk zit hier iets. Ik wist het. Wat is dit? Magische ingrediënten. Ik ben naar buiten geteleporteerd. Dat was niet de bedoeling. Ik heb iets gespoilerd. Dat was niet de bedoeling. Oké, daar hoef ik dus niet heen te gaan. Hier hebben we een bow en arrow. Oké, dikke prima. Waar moet ik op schieten? Waar is de... Dus ergens is vast wel een target waar ik op moet schieten. Hier, komt-ie. Toenk. Wat heeft dat gedaan? Wat heeft dat gedaan? Nu is het open? Nee, het is niet open. Het is hier achter. Oh, daar heb ik dat net gepakt natuurlijk. Ik schiet erop, maar dan... Oh, er is een kelder open. Of was die er al? Ik weet het niet. Er is in ieder geval een kelder tevoorschijn gekomen. Hey, we hebben daar wat blauws. Wat is dit? Geheime cijfers van... Bij schurken van Voorstad. Oké. Schrijf de code op dit briefje. Klik hier voor experience. Prima. Oké. Dat heb ik inderdaad nodig om te kunnen schrijven. Gooi hier de code neer. Oranje is de G in het alfabet. Blauw is het aantal woorden in deze zin. Rood is het vierde cijfer van de poort van play.contentv.nl op Bedrock. De informatie heb je nu alleen nog de volgorde goed te hebben. Volgende bladzijde hints. Oké, wacht even. Oranje, ik ga even mijn mobiel erbij pakken voor deze. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5 en 5 letter woord is het. En oranje is de G in het alfabet? Oranje is de G in het alfabet. Oh, wacht. Blauw is het aantal woorden in deze zin. Oh, ik snap hem al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blauw is 8.
Oranje is de G. A, B, C, D, E, F, G. Oké, dat is 7. 7, 8. Ik snap, ik moest even nadenken. 7, 8. Rood is het vierde cijfer van de poort. Van play.contentveen.nl op Bedrock. En op Bedrock is de poort 26006. Dus 2600 is 4. Dus 780. 780. Nu alleen nog de goede volgorde. Ik denk dat de volgorde is blauw, oranje, rood. Dat is de volgorde waar het is uitgekomen. De smaken. Dus 870 gok ik. Als dit tenminste word ik echt, dan ben ik echt een geniaal persoon. 870. En dan gooi je hem hierin. En het is... Waar is hij? Dit is een foute code! Je zal de bosbessen nooit krijgen. Oh nee. Wacht, laten we naar de dingen kijken. 7, ja. 8, klopt. 0. Oké, de huizen zijn de volgorde. Oh, dus ik had 7, 8, 0 had ik wel goed. Oh, wacht, dan was het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 0. Oh, blauw, rood, oranje. Nu snap ik hem. Dus blauw, rood, oranje. 8, 0, 7. 8, 0, 7, jongens. Dat is het. We hebben hem. XP. Zo. 8, 0, 7. Hoppakee. Dat is de volgorde. En boom. Kom maar op. Dit is een foute code. Hoezo? Wacht even. 807 was te goed. 807. En is de volgorde van het huizen. Oh, mijn god. Misschien is het van die kant naar die kant. In plaats van die kant naar die kant. Oftewel, oranje. Oh, wacht. Nee, wat irritant. Misschien is het 708. Ik heb een nieuw papiertje nodig. Oké, komt-ie. We gaan het nog een keer proberen. 708. Andersom. Oh, ik heb enchantment. Klopt dat? Dat zou zijn 708. Ja, dat is dan misschien de volgorde. 708. Oké, poging 2. 3. Weer fout. Wacht even. De volgorde van de huizen. Deze, maar geel is er ook. Alleen geel bestaat niet. Althans, geel is niet een van de dingen. Hè? 1, 2, 3. Of 1, 2, 3. 708 of 807. De huizen zijn de volgorde. Wat doe ik fout? Ja, eigenlijk is deze oranje. Oh, hoezo is dit oranje? Ja, foutje. Oh, maar dan is het even goed hetzelfde. Nee. Of niet? Dan is het... Nou, nee. Welke code had je nu? 708 of 807 heb ik allebei geprobeerd. Wacht even, we hebben een productiefoutje hier. Ja, nou, oké. Okay. Dit is oranje, dit is rood. Dit... Oh, je hebt het verkeerd omgedaan. Dit is oranje en dit is rood. Dus dat zou het zijn 078. Of 870. 078 ga ik vanuit. 078. Oh, dan moet ik een chance hebben. 078. Als dat hem niet is, is het 870. En hoppa, kom op. Nee, ik word echt helemaal boos hier. 870. Ook niet. Wat dan? 087. 087. Dit is hem volgens mij. Er is iets... Nee, dit was hem ook niet. Weer fout, wacht even. Dit blijkt oranje te zijn. En dit is rood. En dat is blauw. En de volgorde is, volgens mij, ik weet niet van welke kant ik kom. Het zou zijn 8, want blauw is 8. 8, 7, 0. Toch? Of 0, 7, 8. Zal ik hem vertellen? Ja. Het is een beetje in de war gegaan, maar het is 7, 8, 0. 7, 8, 0, dat heb ik al geprobeerd volgens mij. Of niet? Is dat de enige die ik nog niet heb geprobeerd? 7, 8, 0. Heb ik die nog niet geprobeerd? Dan ben je. Hier. Oh mijn god, blijkbaar is het 780, jongens. Ik heb alles geprobeerd, maar het was heel verwarrend. Magische bosbessen. We hebben ze. De magische bosbessen, jongens. Zijn deze al geunlocked hier? Deze zijn wel geunlocked nu. Kijk, hoppakee. Magische ingrediënten. Helemaal prima. Die nemen we mee, jongens. We nemen het mee. We nemen de magische bosbessen. Die moeten we hier stoppen. Hoppakee. En dan moesten we hier stoppen. Overige ingrediënten. Dat is hier. En dan gebeurt er. Gehaald. Focus. We hebben hem. We hebben de focusdrink gemaakt. Maar ik snap het raadsel dan niet. Waar was het rare raadsel daarvoor? Ja, nou, dit, ik weet niet. Het is een beetje door de war geraakt of zo. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar ik ben heel blij dat ik de focusdrink niet ja, heb gevallen. Deze zou, ja, nou, in mijn hoofd werkt het goed. Ik zit in de buurt van vermaken en heb erg veel smaak. Ingewikkeld, dat soms wel. Let maar op wat ik je vertel. Wat is het? Wat houdt het in? Ja, dat was hier. De tv is vermaak. Oh, de tv boekenkasten, is... De boekenkasten zijn soms verwarrend. Dus... Ja, ik had het gewoon per ongeluk gevonden. Nou, ik vond het wel heel leuk en ik ben blij dat ik de focus erin heb gevonden. Dus ja. Hij is goed gekeurd, je map. Hij is helemaal goed gekeurd. yes, je mag hem je. Wel hebben. Je mag hem hebben. Geniet ervan. Je hebt hem nodig. Je hebt even wat meer focus nodig, zo te zien. Want, ja, nou ja.
je bouwt een verkeerde kleur huis hier. Terwijl... dus... ik was niet gefocust. Je was niet van gefocust genoeg. Nee, maar vooral dan ga ik door naar de volgende map. We zijn aangekomen bij Jan is een eend en het ziet er een beetje, ja, hoe noem je dat, griezelig uit wat je hebt gebouwd. Ik zie daar koppeps, ik zie hier een huisje en wat is de bedoeling? Waar zijn we? Ja, je moet iets vinden, hè. Dus gevangenis. Zo moeilijk mogelijk. Het is een gevangenis. Ah, ik moet in de gevangenis de focusring vinden. Ja. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn hartstikke best doen om de voorstroet te kunnen vinden. Daar gaan we. Oké, aangekomen. Wat gaan we doen? We gaan eerst even natuurlijk elke furnace checken of er iets in zit onder het bedspeak. Kijk, natuurlijk altijd onder het bedspeak, jongens. Daar zitten 16 enderpearls. We gaan deze gewoon speedrunnen. Let op, hè. Hier, daar moeten we helemaal niet heen. We moeten hier naar beneden natuurlijk. Let op. 1, 2, hoppakee. Parcours. Ik hou niet van parcours. Althans, ik ben niet zo goed in parcours soms. Kijk, en ik kan daarheen. Maar ik denk dat ik waarschijnlijk gewoon hierheen moet. En dan hierheen. En ik heb enderpearls, dus ik kan gewoon zo doen. Hoppakee. En dan hier voor de achterdeur en gouden blokken pakken. Ik weet niet of het de bedoeling was dat ik nu zo gecheat heb, maar we doen het maar gewoon. Oh, ik moest hier doorheen springen, dat was het. Ik kijk naar mijn enderpearls. De rest moet je terug leggen. Oké. Ik heb het te veel gedaan. Je hebt, oh, er was 1 enderpearl was nodig. Of niet? Weet je, ik ga wel gewoon. Ja. Nee, ik wil niet dood. Oh, oké, we hebben het overleefd. Voor de achterdeur. Is dit de achterdeur? Ik weet het niet. Is dit de achterdeur? Ik denk het wel. Of is de achterdeur boven? Wacht even hoor. Naar de boven kom ik sowieso niet meer. Ja, misschien via enderpearls. Oh mijn god, waarom spring ik in de lava? En ik spring weer in de lava. Nee, ik wil niet dood. Laten we gewoon hier doorheen gaan, jongens. We gaan het gewoon proberen. Hier is water, dus dat is sowieso al goed. Oké. Wat is dit dan? Moet ik door het vuur heen? En er zit lava achter. Weet je, ik heb een enderpearl. Ik denk alleen niet dat de bedoeling is dat ik die enderpearl ga... Ja, dit kan je anders niet halen. Dit kan je wel halen. Je kan er langs. Ah, ik ga er gewoon overheen rennen. We gaan er gewoon overheen rennen, jongens. Jemig, wat een gevangenis dit, hé. Zou er maar in opgesloten zitten. Wat zit hier achter? Sowieso zit hier iets achter. Ah, nee, hier zit niks achter. Dat is denk ik een trap of niks. Niks spannends in ieder geval. Laten we doorgaan. Ik zie wel dat ik daar een hendel nodig ga hebben. Dat is het enige nadeel. En die heb ik nog niet, die hendel. Dus ik hoop niet dat ik zo meteen terug moet. Oeh, kijk. Ah, een hendel. Iron door hiernaast en ladder gouden blok. Oké. Gouden blokken. Oh, dat kon ik mee terug. Ik snap hem al. Hé, wacht. We gaan er doorheen. Door al het vuur heen rennen. Door al het vuur heen rennen. Heel vervelend. Oké, hiernaast. Dan heb ik ladder gouden blokken. Ja, die kan ik hierop plaatsen. Alleen, ja, ik kan ook gewoon naar beneden springen. We springen wel gewoon naar beneden. Misschien moeten we zo meteen terug omhoog. Waarschijnlijk moeten we zo meteen terug omhoog. We hebben een heel parcours met onzichtbare blokken. Dus we kunnen niet zomaar die kant daarop lopen. Maar ik denk dat we naar die kist toe moeten. Oké, daar gaan we. We gaan het parcours gewoon proberen te halen. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Hier, hoppakee. Dan kan ik hier over onzichtbare blokken lopen. En dan hierheen. Oh mijn god, ik wist het. Zo, boing. Hoppakee. Hier over de onzichtbare blokken. En dan is dit de laatste. Dan moet ik dan daarheen springen, denk ik. Oh nee, wacht. Ik snap hem al. Kijk. We moeten hier weer gaan bouncen. Zo. Boing. Oh, wat irritant. Kijk, zo. Let op. Boing. Oh, daar moet ik heen. Nu snap ik hem. Nee, trouwens, daar kom ik vandaan. Daar moet ik helemaal niet heen. Wat ben ik dom aan het doen? Daar kom ik vandaan. Ik let helemaal niet op. Ik ben helemaal niet scherp aan het opletten. Tuurlijk moet ik daar niet heen. Waar moet ik dan heen? Oh, hier kan ik naar beneden. Oh mijn god, ik ben echt een ei. Ik dacht niet dat ik daarheen moest. Maar natuurlijk moet ik daar niet heen. Oh, dat was heel stom, jongens. Hier, dan gaan we hierheen. Moeten we hier nog een sprongetje maken. Overheen zo. Hup, waar zijn we? Oh, het is een doolhof. Oh, we zijn in een onzichtbaar doolhof. Ik denk al, wat moet ik doen? Waar moet ik nou heen? En dan naar de kist toe, denk ik. Hierheen. Hier kan ik overheen springen, zo te zien. Dan hierheen. Hierheen. En dan... Oh mijn god, we zijn weer aan het begin. Oh, ik haat een onzichtbaar doolhof. Dat is moeilijk, onzichtbaar doolhof. Ga ik goed? Volgens mij ga ik goed. Is dit de bedoeling? Volgens mij wel, hoor. Ja, kijk, hierheen. Ja. Ja. Volgens mij zijn we er. Ja, we zijn er. Oké. Gaan we hierheen. Boing. Hoppakee. Eroverheen. In de kist. Ladders en deur bovenste verdieping doolhof. Deur bovenverdieping? Welke deur bovenverdieping doolhof? Waarschijnlijk dus niet hier. Want hier is geen bovenverdieping. Denk ik. Ik denk dat ik nu gewoon nu terug helemaal. Dat is serieus de bedoeling. Ook helemaal terug dezelfde route. Het is niet zeg maar een makkelijke route terug. Zoals... Oh mijn god, er is geen makkelijke route terug. Oké, prima. We doen wel heel het stinkdolhof wel opnieuw. Dan kom ik toch niet meer? Ik snap het niet. Hoe kom ik daar nou? Ah, kijk. Hoppakee. Hier kunnen we erop weer, jongens. En... Ik haat dit echt. Ik haat het echt heel erg. Oh, wacht, we zijn er. Oh, we zijn er. Niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. En dan hierheen. En dan
moet ik hier ook weer terug. Oké, nou, nu kunnen we de ladders gebruiken. Gouden blokken. Oké, die gaan we dus hier plaatsen. Zo, nu snap ik waarom ik altijd die ladders had. Dan kunnen we eens terug. Dan moeten we bij... Ja, doorlopen denk ik weer terug. Helemaal door het vuur heen. Alles voor die focus drinken, jongens. Ah, ik ga naar lava. Nee, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Absoluut niet. Oké, dan zijn hier weer... Oh, het is water. Weer gouden blokken. Kijk hier. Ladder goudblok. Die kan ik weer hier plaatsen. Zo, dan zijn we weer boven. Dan moeten we weer terug daarheen. Daar heb ik weer gouden blokken voor. Kunnen we... Dit sprongetje halen. Kijk, hier heb ik weer of gouden blokken. Heb ik ladders voor de gouden blokken. Nog meer ladders. En dan gok ik dat dit de sleutel is. Deur boven verdieping door. Of ja, ik denk dat dit het is. Ik denk dat dit het serieus is, maar ik weet het niet zeker. We gaan het gewoon doen. Komt-ie. Hoppakee. We hebben in ieder geval een sleutel. Dan die gaan we ontwijken. Ah, dit is inderdaad een dolf. Dus dit zal wel goed zijn. Oké, hier moeten we uiteindelijk heen. We hebben hier een kist met een lever. Oké. Is die voor daar al? Laten we even wachten voordat we dat doen. Misschien moet ik wel gewoon... Maar deze is leeg. Nee, oké, dan zal dit wel de goede zijn. Dit zal de goede hendel zijn. Ik denk dat hij dan hier moet. Zo. Dan gaan we door. Dan moeten we weer een hendel vinden. Oh mijn god, die zit waarschijnlijk hierin. Ik mis het ook serieus nog. Wat irritant! Kom op! Ja, ik heb hem. Nee, ik heb hem niet. Ja. Oeh, we hebben hem. Deur achter je. Openen we die. En dit zal hem wel moeten zijn. Ja, we hebben hem, jongens. De focusdrink. Oh mijn god, de focusdrink is... We gaan hier ook gewoon gelijk uit. Ik wil naar de buitenlucht toe met mijn focusdrinkje. Ah, ik raak alsnog die Widderoos. Welkom. Oh, daar ben je. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik heb de focusdrink gevonden. Hij zit al die tijd achter de deur. Ik moest helemaal de kelder in en grootste avonturen beleefd. Om uiteindelijk achter te komen dat hij gewoon op de bovenste verdieping lag. Ja, helaas. Ik vond het wel heel leuk. Het zat leuk in elkaar. Kijk, daar is hij. Prachtig focusdrinkje weer. Ziet er goed uit. Ik vond het hartstikke leuk. En dan gaan wij gelijk door naar de volgende. En toen waren wij ineens bij Roemerat. Ik zie nu al gelijk bordjes. Waar zijn we beland? We zijn hier in een van de bos, zijn we met de klif hier. Ja, ja. Wat kan je noemen? Ja, gewoon, ik weet het niet. Hetzelfde als altijd, hè. Hetzelfde als altijd. Er is hier ergens een flesje focusdrink die ik moet gaan vinden. En ik denk dat ik gelijk kan gaan beginnen, hè? Jij mag beginnen. Het is heel simpel. We gaan een leuk spelletje doen. En je... Oh. We gaan een leuk spelletje doen. En je ziet wel wat er gebeurt. We beginnen met find the button. Dus succes. Oké, we moeten gaan beginnen met een button zoeken, jongens. En dat is soort van level 1. Dat is helemaal prima. Dat gaat mij wel lukken, denk ik. Een find the button. En ik weet niet precies waar we die gaan vinden. Maar ik gok voor de een of andere reden hierboven. Want het is te makkelijk dat hij hier beneden zou moeten zijn. Kijk. We gaan de goede kant op. En we hebben hem. Kijk, zag u hoe snel dat ging? Hoppa, find the button. Oh, heb ik wat gekregen eruit? Ja, oké, we zijn in één keer dan binnen. Ik weet niet waar we zijn beland, maar we zijn toe naar een nieuwe plek geteleporteerd. Letterlijk het eerste trapdoortje die ik openhaal, vind ik een kist. Met een boek en quill. Wat veren nemen we alleen de boek en quill mee. Hi, jij gaat vandaag veel dingen beleven. Je gaat eerst proberen uit deze cel te komen. Nou, dat zou wel niet zo moeilijk worden als het gewoon allemaal normaal, als het gewoon normaal kan denken. Oké, dus blijkbaar is het heel makkelijk om te ontsnappen uit de cel. Vervolgens ga je iemand helpen uit een experiment. Diegene gaat je helpen om een bepaald drankje te vinden. Ah, dat is natuurlijk de focusdrink, jongens. Dat drankje moet je bij mij terugbrengen. Als je dit lukt, dan ben je klaar en ben je ook nog eens vrij. Veel plezier en succes. Oké, jongens. Oké. Dus we moeten ontsnappen en dan iemand helpen. En dan krijgen we een soort focusdrinkflesje. Ik denk dat je aangehouden bent. Waarom? Dat weet ik ook niet. Oh, waarom? Dat weet ik ook niet. Maar probeer te ontsnappen. Succes, dat gaat me wel lukken. Ontsnappen moet goed komen, jongens. We hebben een chest met niks erin. Dan hebben we hier een hopper met een sleutel voor diamond. Oké, dat was inderdaad behoorlijk makkelijk. Nee, ik heb hem geplaatst. Oh, wacht. Ik zat nog niet in survival. Maakt niet uit. Hier, oké. Hier moeten we hem plaatsen, jongens. Oké, we zijn dan uit deze cel ontsnapt. Dat is helemaal prima. Dan moeten we nu het experiment vinden en helpen. Ik zag dat ik daar al naar beneden kon. Hier kunnen we ook iets doen. Hier nergens. Oké, dus waarschijnlijk moeten we hierheen. Zo. Hier naar beneden. Tot nu toe gaat het allemaal goed, jongens. Tot nu toe gaat het allemaal redelijk soepel. Route 1 en route 2. Ik vind... Route 1 ziet er wel heel om uit. Maar ik denk dat dat een heel moeilijk sprongetje is. Dus ik denk dat ik voor route 2 ga. Oh mijn god. Nee. Oké, dit kunnen we redden. Oh mijn god, dit sprongetje is niet te doen. Dat zie ik nu al. Ik heb spijt van mijn keuze. Ik wil toch route 1. Oké, jongens. Als ik in de lava val, dan so be it. Dan is dat maar zo. Laten we in ieder geval... Oh, dat ging bijna goed. Oké, we hebben hem gehaald. We gaan gewoon doorspringen, jongens. Niks aan de hand. Lava doet mij geen pijn. Ik ga dood. Oh mijn god, 2 hartjes. Lava merken we niks van. Ook al staan we hier echt overduidelijk in de fik, maar lava merken we helemaal niks van. Gaat ons niet tegenhouden om focusdrink te kunnen drinken. Oké, dat ging goed. Hierheen. Oh. En dan hierheen. Ja, oké, wat is dit? Een hendel voor gold. Oh god, dan moeten we weer terug.
Ik ga de andere route terugnemen. Oké, prima. Ah, nee, dit gaat fout. Dit sprongetje is niet te halen. Jawel, dat was 4 blokken, dat was dat ook. Dus dit moet te halen zijn. Laten we eerst even weer healen. Oké, daar komt-ie. Maakt niet uit. Lava stopt me niet. Gaan we terug naar boven. Dan hier ergens is een sleutel die ik voor een goudblokje kon gebruiken. Ik weet alleen niet meer... hier is dat. Alleen, we staan nog steeds in de fik. Oké, dan zijn we in ieder geval ontsnapt uit de gevangenis. Dat is helemaal prima. Ik denk dat we dan nu bij het experiment komen. Ja! Project Jan is een eend. Nou, daar hebben we hem mooi, jongens. Jan is een eend. We moeten hem helpen. En dan gaat het goed komen. Laten we hier opstaan. Doet alleen niks. Laten we even uitvogelen wat we hier moeten doen. Hier is een parcoursje en een kist. Die kunnen we gelijk doen. Ik haat lava, echt waar. Een sleutel lapis. Oké, dat is voor lapis lazuli. Laten we dan teruggaan. Oh, maar deze. Oh, dat ging goed. Project Nieuw Scroll. Oké, er is nog een project, jongens. Er zijn dus 2 experimenten. Is er nog één? Stop. Nee, het zijn 2. We hebben Jan en Niels. Maar laten we in ieder geval... Jongens, ik weet niet of ik jullie help, maar ik ga maar gewoon deze kamer in, oké? Jullie zoeken het maar uit. Dan zijn we hier in... Oeh, ik wil niet door de cobwebs, maar ik heb denk ik geen keus. We moeten wel half door de cobwebs. Dan gaan we hier omhoog. En dan komen we in weer een dolf uit. Haal deze sleutel omlaag om Niels te redden. Oh, oké. Dat doen we. Niels, ben je gered? Ik hoop dat je gered bent. Haal deze lever omlaag om Jan te redden. Oh, Jan. Ik ga je redden. Geen zorgen, jongen. Ik ga je redden. Niels en Jan zijn als het goed is gered. Oh, kies wie je... Oh, mijn god. Kies wie je wil redden. Haha, ik red ze allebei. Kies wie je wil redden. Let op, je kan er maar 1 redden. De ander... Oké, wacht. Ik heb ze niet gered. Dat is niet gebeurd. Let op, je kan er maar 1 redden. De ander zit vast. Zodra je iemand hebt gered, dan moet je even wachten tot er wat gebeurt. Oké. Wie gaan we redden? Gaan we Jan of gaan we Niels redden? Nou, weet je... Ik heb al meerdere keren volgens mij Jan gered. En ik heb zijn map gespeeld. Dus je zou zeggen dat we Jan gaan redden. Maar ik ken Niels niet. En om die reden gaan we Niels gaan redden. Niels, ik weet niet wie je bent. Maar ik heb je gered, jongen. Ik heb je gered. Wachten tot er wat gebeurt. Oké, ik wacht even. Niels, heb ik je gered? Ben je veilig, jongen? Ik heb geen idee, jongens. Ik ga maar gewoon door. Niels, ik hoop dat ik je heb gered. Ik hoop dat ik jou... misschien kunnen we hier even kijken. Nou, trouwens, we gaan wel gewoon door. Nou, trouwens, hij moet me een flesje geven. Is dat het? Was dat het niet? Laten we even beneden kijken of we hem daadwerkelijk gered hebben. Project Niels. Niels, heb ik je gered? Ben je veilig? Is dat het nu? Ah, ik mag naar boven gaan. Dankjewel, Niels. Oké, dan gaan we door, jongens. Dan gaan we door de deur. Dan gaan we nog verder omhoog. En dan komen we hier aan in een nieuwe ruimte. Ah, wat is dit? Niels... Oh, Jan. Jan is nooit gered, maar Niels wel. Niels, we zijn in je slaapkamertje. Kijk, daar is hij. Hij ligt lekker in zijn bedje. Boek en quill en een sleutel gold. Oké. Ah, dankjewel dat je mij hebt gered. Ja, je bent veel leuker dan Jan, weet je, Niels. Ik weet niet wie je bent. Ik ken Jan wel. En Jan, die komt altijd leuk mee in de video's. En ik ken jou niet, maar toch hebben we jou gered in plaats van Jan. Ik was bij het restaurant aan het eten, maar toen werd ik ineens ontvoerd. Maar goed, hier heb je hier een sleutel waarmee je eruit kan. En het flesje kan pakken. Ga snel, want ik hoorde dat hij heel lekker was. Oké, dan gaan we snel doen. Dankjewel, Niels. Je bent een topper. Daarom heb ik jou gered. Vraag me af of Jan hetzelfde had gedaan. Natuurlijk had Jan hetzelfde gedaan. Waar is het flesje? Grapje, dat meen je. Niels, hoe doe je me dit aan? Er zit helemaal geen flesje hier. Zit hier dan, wat is hier? Hier staat ook een deur. Wat is dit? Dit is niks. Dit is... Hè? Helemaal niks dit. Had jij me moeten redden, had ik toch de verkeerde keuze gemaakt. We gaan wel gewoon door, misschien vinden we toch nog wat. Door, oké. En dan komen we bovenuit. Is hier dan het flesje? Hutje, Roemer en Yardi. Oh, dit is een hele nieuwe ruimte waar we zijn gekomen, jongens. Ah, we zijn echt letterlijk in een compleet nieuwe ruimte. Maar waar is het flesje? Oké, daar... Jezus, het is gewoon nog niet klaar. Het gaat gewoon door. Hutje, Roemer en Yardi. Oké, Roemer en Yardi. Wat zijn we aan het doen? Hutje, Roemer en Hutje... Laten we in Roemer zijn hutje kijken of we daar iets kunnen vinden. Is je hutje, mutje? Vinden we hier misschien een geheim flesje focusdrink? Hutje, Yardi. Ah. Nee, ik hoopte echt heel erg dat ik hier het flesje focusdrink zou vinden. Maar die vinden we hier ook niet. Waar is de focusdrink, jongens? En waar is de hendel die ik nodig heb? Waar is de hendel? Ik heb een hendel nodig. Misschien is dat helemaal niet hier. Misschien zijn die hutjes wel overbodig gemaakt. Want we kunnen ook... Zag ik al hier de waterval omhoog. En misschien kijken of we hierboven wat kunnen vinden. Kijk hier. Misschien is hier wel wat nuttigs. Ik zie een kist. Ik heb een kist gevonden, jongens. Ik zie het al. Wat zit hierin? Sleutellappies. Maar waar? Hé, ik zie de focusstinkraket daar. Dan springen we hier weer naar beneden met een 360 erbij. En dan kunnen we hier erin. Het houdt niet op dit, let op. Hier kunnen we erin, zo. En dan is hier binnen is nog een grot. Oké. Dan lopen we door. Oh, Roemer, ik zie je staan. En ik zie hier, wat is dit? Is dit het? Ben ik er? Oh, daar is hij! De focusdrink! We hebben hem! Gast, ik dacht telkens dat ik bij het einde was, maar toen bleek het niet het einde te zijn. Elke dag, we zijn er. Door te gaan, hè? Het bleef maar doorgaan, maar we hebben uiteindelijk wel het flesje focusdrink kunnen behalen. Wil je hem hebben, of...
Je mag hem houden. Ik mag hem houden, daar ben ik heel blij mee. Je bent de eerste waarmee ik hem mag. Dat is trouwens niet waar. Maar dankjewel dat ik hem mag houden. Ik ga snel de grot uit. Ik ga hier lekker van je kampje genieten en dan gaan we hem opdrinken. En zodra het flesje op is, gaan wij gelijk door naar de volgende map. En zo zijn wij aangekomen in de allerlaatste focusdrinkmap van vandaag. Die van Riccio en Skies. Jongens, jullie zien er erg zomers uit en we zijn ook in een zomers plekje beland. Ja, zeker. Het is, bij de focusbar. Oh, lekker. Dit is de focusbar. Oké. Maar deze strand heet Focus Beach, dus welkom. Dit is Focus Beach. Bent. Leuk. Dit is Focus Beach. Echt leuk. Ja. En wij zijn, nou ja, wij zijn onze ingrediënten verloren voor onze... Oh, jullie ook onze... al, ja. Hebben meerdere mensen last van vandaag. Ja, het is vervelend, maar daar kunnen we jammer genoeg niks aan doen, want... Soms gebeurt dat nou eenmaal, hè? Ja, de wind. Oh, maar ik zie wel dat jullie de tropical hier hebben, de original. En... Maar is het ingrediënten toevallig voor de forest fruit? Ja, dat klopt. Hoe weet je dat? Ja, dat gebeurt wel vaker vandaag. Oh, ja, leuk. Okay. ik zou het fijn vinden als jij... Die kan vinden voor ons. Ja, helemaal prima. Dat gaat helemaal goed komen. Oh, jongens, dat ga ik regelen. Dan blijven jullie hier chillen of? Ja, zo, dat was wel het plan eigenlijk. Helemaal prima. Ik ga mijn best doen, oké? Okay? Ik ga de ingrediënten vinden. Gisteren even hier een duik nemen van de kleine duikplank, want ik vind de hoog een beetje te hoog. Dan gaan we gelijk kijken wat wij allemaal kunnen vinden. Een bosbes. Oh, die is sowieso nodig. En een pijl. En ik heb denk ik dan ook nog een pijl en boog nodig om die daarop te krijgen. Dus laten wij aan de slag gaan. Ik vind dit eentje echt heel leuk wat hier gemaakt is. En deze strandband hier. Dat ziet er echt heel leuk uit. Ik ga op het eentje zitten. Puur om even gewoon de zomer vibe te krijgen. Hey, zo toevallig, mag ik even doorzoeken wat jullie hier allemaal binnen hebben liggen? Voor deze keer. Want kijk, het zou heel stom zijn als jullie ingrediënten kwijt zijn en jullie hebben het gewoon hierachter liggen, weet je. Dat zou, oh, jullie hebben heel veel tropical en original hier. Ah, een cash. Nou, ik heb al één van de ingrediënten die toch toevallig achter jullie gevonden. En nog een pijl. Dan heb ik alleen nog de boog nodig. Even kijken of we die kunnen vinden. Eindelijk hierboven. Zal me niks verbazen. Nee, niet hierboven. Waar is de pijl? Wacht even, jongens. Kijk, ik zie het al, denk ik. Ik denk dat ik al iets zie. Daar zie ik namelijk een barrel. Maar hoe kom ik daar? Hoe komen we daarboven? Dan moet ik op dit zien te komen. En hier komen we op door middel van... een sprongetje, maar hoe? Die barrel, daar hebben we nodig. Ja, dit is even nadenken. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hierop komen? Die barrel, daar hebben we nodig. Ah, kijk, deze gaat zo omhoog. Dat is wel goed om te weten. Ah, oké. Okay. Dan kunnen we hier erop, denk ik. Nee, niet. Oh, dan kunnen we daarheen. Kijk, hier. En dan, ja, we hebben hem. Hoppakee. Dan hebben we hier waarschijnlijk de Oh, mijn god, ik val hem. Ik ben echt een ei. Oké, poging 2. Als het nu niet lukt, word ik echt... Oké, ik wou het zeggen. Gelukkig. Zo, daar zijn we. Een boog. Nog een tropical. Deze is heel lekker. Oké, dan gaan we die ook nemen ook. Oeh, ik wist niet dat het zo vies klonk als je een tropical naar binnen dronk. Oké, we hebben in ieder geval genomen. Een appeltje. Dan hebben we een cash. Dan hebben we appel. En bosbes. Dan hoeven we alleen nog hierop te schieten. En dan krijgen wij... Ik weet niet wat we dan krijgen, maar ik heb erop geschoten. Hoor ik er iets uit te krijgen? Ik ga er nog een keer op schieten. Oh mijn god. Oké, jongens. We moeten snel zijn. Komt-ie. Ik heb toch geraakt? Waarom gaat hij niet open? Ik heb hem geraakt. Ik ben opgelicht. Kan je die pijlen voor me halen? Heb je een ladder toevallig hier bij het strand liggen? Heb je een ladder voor me of... Oh, jij hebt nieuwe pijlen voor me. Ah, dat is ook prima. Kijk, top. Handig. Dan schieten we er nog een keer op. Dan moet ik snel zijn. Ik ben nog steeds niet snel genoeg. Komt-ie. Waarom mis ik? Ja, oké. We zijn aangekomen in een of andere geheime grot, jongens. We waren op de Focus Beach. Oh, maar deze, er is hier nog van alles beneden. Een heel geheim lab. Huh? Ik dacht dat ik hem al bijna had. Maar we hebben in ieder geval bosbes, appel en kers hebben we bij ons. En we zijn nu in een soort laboratorium terechtgekomen. Je hebt nodig appel, bosbes, kers, radijs, zoete aardappel. Oh, ik wist niet dat er zoete aardappel zat. Laten we even kijken of we dat ook kunnen vinden. Ik heb in ieder geval deze ingrediënten al, maar blijkbaar dus nog niet alles. Oeh, een radijsje. Oké, radijsje hebben we gevonden, jongens. Niks aan de hand. Ik denk dat hier beneden ook nog de zoete aardappel ligt. Heel, heel uniek ingrediënt. Gewoon voor Focus Drink. Maar waar is de zoete aardappel die wij nodig hebben? Oeh, wacht, nee, ik dacht misschien hieronder, maar niet. Hier misschien? Hierin? Ja, zoete aardappel. Oké, zoete aardappel, radijs, bosbes, appel en kerst. Die gaan we allemaal hierin dit apparaat gooien. En dan verwacht ik dat wij krijgen... Ik heb alles erin gegooid. Appel, bosbes, kerst... Had ik de kers ook? Ja, ik had ook een kers. En nu? Oh, de poort is open. Ik had het nog niet eens door. Oké. Dan gaan we nog verder naar beneden. Dan kunnen we op het bed landen hier. Oh, god. Oké, spawnpoint gezet. We gaan... Oh, nee. Daar heb ik zo geen zin in. We gaan het in één run doen. Nee! Laatste... Oh,
Oh mijn god, ik was even geprankt. Ik was echt even geprankt bij het laatste sprongetje. Oh, en dit is ook de bedoeling dat ik de laatste niet... Althans, ik denk dat ik heel veel geluk heb, want hier is de focusdrink, jongens. Focusdrink en een ladder. Oh, maar deze, ik denk dat ik gewoon oprecht geluk heb met het laatste sprongetje. Klik op de knop om te teleporteren. En we zijn weer boven. Jongens, jongens van de bar. Jongens van Focus Beach. Ik heb voor jullie het focusdrinkflesje. Lekker bezig. Ik heb hem. Willen jullie hem hebben? Ja, heel graag eigenlijk. Komt-ie, hoppakee. Die is voor jou. Yes, het recept top. Is jullie geheime laboratorium beneden. Jullie konden in principe dit ook zelf, besef ik me nu. Er lag overal een beetje spulletjes hier en daar nergens. Dus ik weet niet waarom jullie mij nodig hadden. Maar weet je, ik vind het allemaal prima. Ik vond het leuk. Ik heb genoten van de focusdrinkavontuur voor jullie. Top. En weet je wat het nu betekent, jongens? Nee. We gaan naar de prijsuitreiking. Oh mijn god. Nou, welkom allemaal bij de prijsuitreiking. Ik ga jullie nu vast vertellen, dit is allemaal echt daadwerkelijk gebaseerd op hele sterke feiten. En hele belangrijke punten heb ik opgelet. Dat is allemaal al gelogen. Ik vind het heel moeilijk om een eerste, tweede, derde te kiezen en zo. Dus we gaan ten eerste de mensen die niet bij de prijsuitreiking konden zijn. Dat is altijd de gouden regel van deze Minecraft-serie die ik heb. Kan je niet bij de prijsuitreiking zijn, dan eindig je op de laatste plek. Dus ik vind het heel lullig, vooral voor Vaspo, want die vond ik echt heel cool zijn, man. Maar helaas, jongen, we moeten jou hier even op de... Kan iemand hem aankleden voor me? Kan iemand Vaspo hier even... Dacht, ik zou het zelf over doen, zo. Kijk, dan hebben we hier Vaspo's hoofd. Die zetten we helaas op de laatste plek. Terwijl hij had echt een hele goede map. Maar hij moet helaas op de laatste plek. Nou, Bosbest. Luc, je bent helaas slachtoffer van het feit dat Bosbest er niet is. Jullie map was ook heel goed, maar puur omdat Bosbest er niet is. Ja, weet je, jij mag hem op zijn plekje zetten. Klik jij hem maar lekker aan daar. Zet jij Bosbest maar waar die hoort. En dan mag je erbij staan. Kijk, jullie staan daar goed met z'n tweeën. Oké, en dan nu zijn de mensen over die... Wie deed dat? Wie was dat? Was jij dat? Roemer? Puur om die reden. Ga jij op koffer staan. Kijk, nee, ik zoek prima. Excuses dat jullie het weten, jongens. Nou, Jan, je moet er helaas bij. Oh nee, jij hoorde er natuurlijk niet bij. Jij was alleen. Oh, dan Roemer. Had je maar niet moeten slopen. Oké, is er iemand die de hele moeilijke keuzes van mij af wil nemen en gewoon zichzelf op of het zegt ik wil op goud staan? Goed moreel hoor, goed van jullie. Echt top dat jullie me helpen in deze situatie. Hey, wie vinden jullie dat nou echt heel slecht was dit, van dit allemaal? Hey, jullie kunnen nu snitchen. Nee? Ja, ga nu wel de moraal erin spelen hè, in deze situatie. Jullie eigenlijk ik vond die van jullie al niet super goed eigenlijk. Wat? Yo, jullie waren de enigen die echt een focusdrink flesje hadden gebouwd. Ja. Ja, dan gaan we op goud staan. Ja, maar... Je hebt me verraden. Ga maar op het ding staan. Oké, dan zijn we nu bij deze finalisten hier aangekomen. Inderdaad, omdat je zo enthousiast bent, mag je op dat staan. Kijk, zij kunnen de spanning op zijn minst aan. Ik zou als ik jullie was gewoon bijna niet bewegen. Want elke excuusje die je kan vinden, gebruik ik om je op een lagere plek neer te zetten. Oké. David, je hebt... Je mag één woord zeggen. Als het een slecht woord is, dan eindig je dingen staan. Op goud of op diamond. Eén woord. Focus. Ja, oké. Beetje voor de hand liggend, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd. Nee, één woord. Forest. Forest, oké. Okay. Hey, dat is jullie teamwoord, dat vind ik prima. Eén woord. Original. Ja, dat is niet het thema. Je snapt het niet. Oké. We hebben het strandhuisje. En we hebben, nou, puur omdat zeg maar jij de kleuren door elkaar gehaald, dan mag jij op netherite. Nee, trouwens, ik heb de kleuren ook door elkaar. Je mag op emerald staan. Visa verliezen. Jongens, jullie hebben gewonnen met het strandhuisje. Gebaseerd op scheid, gebaseerd op niet daadwerkelijke feiten, maar jullie hebben gewonnen. Gaan we naar jullie troon toe. Ik ben trots op jullie. Kijk, iedereen gaat weer elkaars ding slopen. Zijn jullie het eens met de prijsuitreiking, jongens? Nee, ja. Nee. Ja, Rizier heeft gewonnen. Nee. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Ben je het niet eens met de prijsuitreiking? Ik ook niet, maar ik moet toch wat verzinnen. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken en dan nu, kijk lekker deze video. Dit is een andere focusdrink video. Een hele leuke aanrader als je dit thema leuk vindt. En nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer. Bam, 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 boom.